René Nijhuis, welkom terug op Eva Zito. Hoe is het om terug te zijn hier, sowieso in het stadion, maar ook in dit bijzondere museum? Ja, ik, elke club waar je bent geweest als speler, daar hou je natuurlijk ook bepaalde herinneringen aan over. En die zijn in het geval van Heracles natuurlijk heel bijzonder. Ik speel nog af en toe wel eens met oud Heracles mee in wedstrijden, dus ik kom er af en toe wel op in het stadion. Het kijken van wedstrijden lukt me vaak niet, maar elke keer als ik hier terugkom voel ik me ook thuis. Voel ik me ook nog steeds een soort van gewaardeerd. Mensen ontvangen me altijd voor mijn gevoel vriendelijk. Dus dan ben je blij dat je weet dat je ook een mooie tijd hebt gehad. Ja. Voor de jongere kijkers, misschien zullen die je niet kennen, hoe eindigt een jongen uit Enschede bij Heracles Almelo? Oh, dat had misschien al in een eerder stadium gekund dan het uiteindelijk geworden is. Want toen ik bij Twente niet kon doorbreken, had ik een beetje de hoop dat Heracles mij wilde oppikken. Daar was ook wel een beetje wat geluid over, maar uiteindelijk was Den Bosch wat daadkrachtiger. En heb ik ervoor gekozen om dat avontuur aan te gaan en om mijn kansen daar... En dat is uiteindelijk nog 6-7 jaar heeft dat geduurd voordat ik überhaupt daarna bij Heracles terechtkwam. Dus via een omweg toch nog gelukt. Sterker nog, Heracles ruikt bloed. Met Nijhuis. Nijhuis wandelt gewoon door. En ook hij maakt zijn doelpunt. 4-1 maar liefst voor Heracles. Even terugkijken naar jouw tijd hier. Kun je daar wat meer over vertellen? Hoe was dat als speler? Ik heb wat mooie beelden gezien in de krant onder andere. De wedstrijd tegen Volendam, laatste wedstrijd aan de Bornsestraat. Ja, dat was in een andere tijd. Praat over de periodes, ik heb het even nagekeken, 96-99. Dus voordat de overgang naar dit nieuwe stadion plaatsvond. Dus een hele andere, ja, je kunt het niet vergelijken qua financiën, qua aandacht, qua publiek, de pers, alles eromheen. Maar des te leuker eigenlijk. Veel familiairer nog. Het wordt hier nu al wat professioneler. Dus als je het vergelijkt met FC Twente bijvoorbeeld, daar was het vroeger ook een familiair gebeuren. Daar had iedereen korte lijntjes naar elkaar en was iedereen heel betrokken. Naarmate je groter wordt, ja, worden die afstanden ook wat groter. Maar dat is logisch in zo'n organisatie. Ik heb toen een leuke periode gehad. We speelden tegen Ajax. Helaas was ik toen geblesseerd voor de beker. Kan ik me nog herinneren, in 97 of zo. Ja, gewonnen. Dat gaf zo'n enorme boost toen aan ons. Ja, en het was gewoon fantastisch om mee te maken. Het publiek helemaal op de kop. En dat zijn wel leuke herinneringen.